Zeg, dit is het boek wat nu van jouw hand in de winkels ligt. Derde al, hè? Het derde al. Na de eerste twee, hè? Dat is meestal. Ja. De ene twee, ik kan goed tellen. Nee, we gaan het een beetje beschaafd aan, want het is 4:30. En daar zitten gewoon twee dotten van kinderen. Die kleine potjes hebben hele grote oortjes, weten wij. Ja, dat ken ik van thuis ook. Ja. Wat staat hierin wat wij nog niet weten? Ik weet niet wat jij al allemaal weet natuurlijk. Maar het is een beetje een boek dat opgevat is als tegengewicht tegen... Je hebt nu de laatste tijd, iedereen zegt het ook, van de hele maatschappij is oversteld met seks en videoclips en internet. En op zich is dat niet zo'n probleem. Alleen het soort seks waar daarover gesproken wordt, gaat altijd heel erg op zoek naar kicks en erg kinky. En ik vond dat ik daar toch een tegengewicht moet proberen te geven. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dat niet de meest zaligmakende manier is om seks te beleven. Dat er veel toffere en leukere dingen zijn. En vandaar ons seksboek, waarmee het ook onmiddellijk aangeeft dat het over een koppel gaat. En de hoofdbedoeling is van, wat kan je van elkaar leren? Wat weten wij over mannen? Of wat zouden we moeten weten over mannen? Wat zouden mannen over ons moeten weten? Wat moeten we allemaal proberen? Is het ook een salontafelboek? Ik vind van wel. Ik vind dat je dat gerust op je livingtafel kan leggen. Beetje, bij mij thuis zou zeggen, want je spreekt over kinderen. Mijn kinderen zitten daar ook soms in te bladeren. En ik had in het begin ook die schroom, ze zijn 8 en 10. Ja, daar staan expliciete tekeningetjes en zo in. Niks pornografisch, maar toch. En ik had in het begin ook zo'n soort schroom van, oei, wat nu? Ja, ja, ja. En ik merk dat ze bladeren daar dan in en ze blijven ze wel eens ergens hangen. En bij de dingen die ze niet begrijpen, gaan ze gewoon door. En bij sommige dingen lachen ze wel eens. Hè. Als ze zo kijken, zie je zo blote billen met folie. Dan lachen ze, ha, wie doet dat nou? Maar het is niet dat ze daar rare zaken uithalen of zo. Nee. Dus ik vind wel dat dat moet kunnen. En mijn hoofdbedoeling is ook dat koppels daardoor eigenlijk nog liever op het nachtkastje. Juist. Zullen we het daar dan neerleggen? Ja, dat je het daar legt en dat je zegt van, we gaan daarin bladeren. En kijk, en dat je krijgt, moet je dat zien? Ha, dat wil ik wel eens proberen. Ja, dat gebeurde eigenlijk in wezen ook met je vorige boek, hè? Ja. Zeg, gisteren was Ellen ten Damme hier te gast. Die zat op de plek waar jij nu zit. Zij heeft een vraag voor jou. Ah. Goedele, je hebt een boek geschreven. Het heet geloof ik het Penisboek. Je hebt ook het vaginaboek, maar ik ben dan meer geïnteresseerd in het penisboek. Is dat ook geschikt voor vrouwen boven de 40 die eigenlijk alle soorten en maten al hebben gezien? Spreekt ze dan over zichzelf of wat? Ja, ik denk, hè, want dat was de vorige inderdaad, het penisboek. Ik ben ervan overtuigd dat je nooit alles weet. Zeker niet over het geslachtsorgaan en zeker niet over de penis. Wij vrouwen weten nooit alles over de penis, zeker in de psychologie. Zelfs niet als je dat boekje hebt doorgelezen. Maar Ellen mag het absoluut lezen. Misschien moet ik het haar toesturen en dat ze mij dan weet te zeggen of ze er nog iets van opgestoken heeft. Nou, dat gaan we dan doen. Bij deze. De mosselen zelf, die kennen we allemaal. We hebben een boeket erbij nodig. Ik heb daarin zitten wat prei, winterpeen, knoflook en een uitje. En ik doe er ook altijd een beetje tijm daarbij. Dat hoor ik allemaal ineens. Nou, ga rustig verder. De koelkast is overspannen. Die knoflook mee stoven? Ja, die stoof ik eerst mee. Nu is die al een beetje aangezet. Dan doe ik de mosselen er alvast bovenop. Kijk, en dan gaat het vuur hoog. Dan het geheim uit België. Het bier erbij. Kijk. Abdijbier is het, hè? Ja, en dan heb ik ook een beetje voor de zwaardere variant gekozen. Ja. Die is wel echt stevig. Een triple is een heel zwaar bier, toch? Ja, hoeveel graden? 9,6 is het aan alcohol. Oké. Ik heb nog nooit mosselen met bier gegeten. Nou, je gaat het stoven, dus de alcohol ben je toch al kwijt. Dus dat is niet zo'n probleem. Maar de smaak blijft natuurlijk. Ja. Ik ga ook even de mayonaise maken. Ja. Ik heb nu even een verse eieren genomen. Je begint met eidooier, mosterd en dus azijn, peper en zout. Nou, als je dat hebt, zet je de staafmixer gewoon op zijn hoogste stand. Ja. Giet langzaam de zonnebloemolie erbij. En dan laat je hem gewoon rustig draaien. En dat is het? Als je maar gewoon rustig blijft bijschenken. Oké. Soms gaat hij in de schrift. Goed. Dat gebeurt mij ook. Niks aan de hand. Opnieuw. Oké, goed. En het recept staat uiteraard op onze internetsite. Een paar vraagjes voor Goedele. Want Goedele was al helemaal in de olifanten en zo. En de want jij gaat in januari weer starten met je eigen talkshow weer, hè? Ja.
En een magazine ben ik aan het maken. Dus ik weet wel wat doen ondertussen. Ja. Voor knutselen gaat er niet veel tijd over zijn. Nee, absoluut. Maar je moet daar toch af en toe een beetje tijd voor maken. Ja, eigenlijk, mijn hart bloedt als ik hier nou zit. Dan denk ik, god ja. Ik had eigenlijk bij mijn eigen kids thuis moeten zijn. Maar wij zijn blij dat je hier zit. Zeg, morgen zit hier Catherine. Oh ja. Heb jij een vraag voor haar? Ja, want ik en Catherine, destijds hebben we toch wel een aantal keren samengewerkt. Dus ik vraag mij af, Catherine, want zij gaat ook een blad, of zij heeft een blad. Ja. Dus de makers van Linda, die hebben twee specials gemaakt. Eén Matthijs van Nieuwen, weet ik wat. Hè? Ruud. En één Ruud. En dus vraag ik mij af, welke knappe Binkmans zou eens een special bij Catherine mogen maken? Dat horen wij morgen in Aperitivo om 4:30. Jullie weten wat Binkmans betekent. Ja, Binkmans. Een lekkere macho. Ja. Een lekkere vent. Ja, dat snap ik. Oh, maar dit is ook leuk opgediend. Direct. Kijk eens. Lekker met z'n allen van één schaal eten. Fantastisch. Dankjewel. En de echte mayonaise. En bediend door twee mooie mannen. Ja, en een fantastische vrouw met een hart.